In de binnenstad van Tiel vond zondag 28 september voor de 24ste keer door Astilos de atletiekvereniging de promenadeloop plaats. In verschillende leeftijdscategorieën kon er gelopen worden over verschillende afstanden. De jeugd startte rond 2:30 in de middag en de meer geoefende lopers startten om 3:00. Wethouder Driessen met onder andere sport in zijn portefeuille gaf het startsein voor de wedstrijden en was gedurende de middag aanwezig. Het is een genot om nu nog de jeugd te zien hoe fanatiek ze zijn met sporten. Want sporten, zoals je weet, is gewoon belangrijk voor de gezondheid. En als je dat al jong begint, dan hopen we dat het doorzet. En daar werkt Astilos ieder jaar goed aan mee om de sport te promoten. En in het bijzonder de hardloopsport. De betrokkenheid van jezelf is best behoorlijk, hè? Want ik zie je op verschillende sportevenementen hier in Tiel. Ja, als wethouder sport, ik ben blij dat ik wethouder sport ben. Maar dan moet je het ook serieus invullen. Dus ik probeer toch zoveel mogelijk sporten het hele jaar door te bezoeken. Wat Astilos hier doet, wat vindt u daarvan? Ja, grandioos. Het is inderdaad de 24ste promenadeloop. Dus naast de normale dingen die ze allemaal doen met de sport, doen ze dit specifiek op de promenade. In verschillende afstanden, in verschillende leeftijdscategorieën. Want ze zijn begonnen mee met 6- en 7-jarigen. En tot de volwassenen toe. En ja, dat is grandioos mooi om te zien. Robert Baars, voorzitter van de commissie Promenadeloop. Er is hier weer een prachtig evenement gaande. Vertel, Astilos doet de 24ste promenadeloop. Ja, het is inderdaad de 24ste keer. Daar zijn we hartstikke trots op. En de laatste jaren hebben we ook ontzettend veel geluk met het weer. Dus dat maakt het evenement hartstikke mooi. Ja. En is het groeiende? Want het is er ieder jaar weer. Ja, het is groeiende, maar er zit niet een grote groei in. We hebben de laatste jaren vooral een groei gezien door deelname van scholengemeenschap met de sportklasse. En dat is echt een verrijking voor dit evenement. Want met name de jeugd, die willen we graag hier zien aan de start. Dus dat gebeurt dan ook. En dat is een hele leuke sfeer die er is tussen onze vereniging en de school. En de leerlingen doen dat met enorm veel plezier. Dus daar zit inderdaad groei in de afgelopen jaren. En dat is nu stabiel. En voor de rest, het geheel, ja, er is wat groei geweest. Maar er is nu niet echt weer een zicht op meer groei, zeg maar. Hoeveel mensen doen er vandaag mee? Ik weet het nog niet exact, omdat er nog inschrijvingen gaande zijn. Maar als we de volwassenen en de jeugd samen nemen, dan zitten we op de 220. Oké. Nou, als je los ziet, zit het ieder jaar gewoon keihard weer op de kaart, hè? Ja, dat is omdat het een hartstikke leuk evenement is. En dat is goed voor Tiel, goed voor de vereniging. En wat we dit jaar ook zien, is dat er een hockeyteam meeloopt. Nou, dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Want misschien dat mensen denken dat het alleen voor leden van Astilos is, dat is dus niet zo. Zeker niet, zeker niet. Het is juist de bedoeling dat we dit voor heel Tiel en omgeving aanbieden. En we hopen heel veel mensen enthousiast te krijgen, ook mensen die het nooit eerder gedaan hebben. Iedereen is van harte welkom. We zijn hier met het RSG Link College, zijn we hier met de sportklas. En we lopen al een aantal jaar mee hier. Dan zijn we ongeveer met 70 kinderen die elk jaar lekker meedoen met dit evenement. Geschiet dat op vrijwillige basis? Nou, voor de eerste klasse is het eigenlijk verplicht. En voor de tweede en derde, die mogen gewoon lekker meedoen als ze daar nog gewoon zin in hebben. Ja. En jullie maken vaker gebruik van de faciliteiten van Astilos? Ja, we hebben met het RSG Link College hebben we sportklassen. En in de eerste hebben ze ook atletiek. En dan gaan we 4 weken achter elkaar gaan we naar Astilos toe. En dan hebben ze daar een heel atletiek programma wat ze aangeboden krijgen. Ja, om zo hun kennis van sport eigenlijk te verbreden. Geweldig initiatief, hè? Sportklas. Ja, het is ook hartstikke leuk. Het is echt sportminded. We proberen echt klassen te maken waarin ze gewoon 2 uur in ieder geval extra sport hebben. En daarin gewoon echt sport te verbreden en verder eigenlijk dieper op de sport in te gaan. Ik sta hier naast 2 prijswinnaressen. Ja, inderdaad. Welke plaats heb jij gehad? Ik ben 3e geworden. Ik 2e. En vertel eens, waarom hebben jullie meegedaan? Nou, ik zit bij Astilos en daar zo gaven ze foldertjes. En door die foldertjes doe ik altijd mee. Ja, je hebt vaker meegedaan? Ja, al best wel vaak. En ben je al eerder zo hoog geëindigd? Ja, ik ben een keer 2e geworden. Oh, en jij? Ja, ik zit dus ook op Astilos en daar krijg je dingen om te informeren om mee te doen. En dat vonden wij wel leuk. En eerder ben ik nog 3e geworden. Wauw, ik sta hier naast gewoon hele fitte meiden. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Gaan jullie volgend jaar weer meedoen? Ja, zeker. Tuurlijk.